Meneer Rutte, goedenavond. Goedenavond. Laten we beginnen met het buitenland, Midden-Oosten. Conflict en in en rond Gaza. Heeft u ook een beetje een déjà vu gevoel? 2012 eigenlijk precies dezelfde beschietingen. Toen een staakt het vuren. Is het afwachten tot dat weer gebeurt? Nee, ik vind de situatie toch anders. Je ziet dat Hamas nu beschikt over veel geavanceerdere raketten. Die komen ook veel verder in Israël. Die bereiken zelfs de grote steden als Jeruzalem en Tel Aviv. Terwijl in 2012 het toch heel erg net de noordkant van Gaza was. De ja. kleinere plaats als Terot en die directe omgeving aan de noordkant van Gaza. Net aan de Israëlische kant. Het tweede is dat het lijkt toch op een grotere schaal dan in 2012. Dat die raketten ook op scholen, vanuit ziekenhuizen. En daarmee ook mensen echt als menselijk schild gebruikt worden door Hamas. Dus het is allemaal nog weer lomper, nog weer brutaler, nog weer vreder wat er gebeurt. Doelt u dan op Hamas met het lompen? Ja. Ja. Is het zo dat Nederland automatisch de kant van Israël kiest, zoals vroeger? Of is dat veel genuanceerder tegenwoordig? Nou, wij proberen als het gaat in algemene zin op het Midden-Oosten een evenwichtige positie te kiezen. Twee staten oplossingen? Ja, maar dan praat je dus over de Westbank, dus de Palestijnse autoriteit en de positie van president Abbas. We praten hier natuurlijk over Hamas. En Hamas is een organisatie die in allerlei opzichten kenmerken vertoont van een terroristische organisatie. Ja, wat wilt u daarmee zeggen? Dat ik je anders beoordeel dan de Palestijnse autoriteit? Zeker. En dat Israël natuurlijk in algemene zin, ieder land, ook Israël, het recht heeft zichzelf te verdedigen. En dat dat hier natuurlijk nog klemmender is. Toch valt het op dat Israël tot nu toe geen slachtoffers kent. Onder de Palestijnen zijn al meer dan 100 mensen gedood. De proportionaliteit lijkt ver te zoeken. Mijn indruk is dat Israël zich heel goed realiseert dat als het disproportioneel zou zijn, Israël juist Hamas in de kaart zou spelen. Dat realiseert Israël zich naar mijn overtuiging. Feit is dat Israël geen raketten of vliegtuigen laat opstijgen vanaf scholen of ziekenhuizen of en mensen niet als menselijk schild gebruikt. Dat doet Hamas wel. Vandaag ook nog heeft Frans Timmermans, of gisteren, ik dacht zelfs vanochtend, contact gehad met de minister van Buitenlandse Zaken van Israël en de Palestijnse autoriteit en ook opgeroepen tot gematigdheid, tot proportionaliteit. Maar we erkennen vanzelfsprekend het recht van Israël zichzelf te verdedigen. Maar hoor ik u nou zeggen dat u vindt dat Israël zich netter tussen aanhalingstekens gedraagt dan Hamas? Binnen deze oorlogssituatie? Maar pas even op, Hamas heeft alle kenmerken van een terroristische organisatie. Israël is een democratische staat met een gekozen parlement. Dat kun je toch niet met elkaar vergelijken. Ik vind alleen niet te min dat je dan altijd verstandig moet zijn. En ik meen ook dat Israël dat probeert te doen en zich realiseert dat als men disproportioneel zou optreden, dat dat alleen maar Hamas in de kaart zou spelen. En dat zie ik Israël ook niet doen. Maar het feit is wel dat Hamas op een ongelooflijk vrede manier dit conflict aanpakt door inderdaad mensen als menselijk schild in te zetten. Maar het feit dat Israël geen slachtoffers kent en de Palestijnen wel, vindt u niet een teken van disproportionaliteit? Wacht even, maar is dat niet zo dat Israël raketten afschiet? Laten we even de feiten bezien. Israël schiet geen raketten af naar de Gazastrook. Mm-hmm. Het is toch uit de Gazastrook waar raketten worden afgeschoten op grote steden in Israël. Dan heeft toch dat land het recht zich te verdedigen en die raketinstallaties te bestoken. Die zijn neergezet op plekken waar gewoon mensen wonen. Vrede kan het bijna niet. Dus wat Hamas daar doet, tart alle verwachtingen. En nogmaals, het is van belang dat Israël de meest wijze partij is, vanzelfsprekend. Dat is de democratie. Zij hebben de standaard te zetten. Ik meen dat ze dat doen door te voorkomen dat dit niet disproportioneel wordt. Laten we over iets vrolijkers praten. U had bijna een nieuwe baan, hè?